Hallo allemaal en welkom bij aflevering 41 van Het Ruighuis. We lopen inmiddels richting eind juni. En het gaat gelukkig een heel stuk beter met het ruggetje van onze oude hond, Doka. Ze is 14. Ze is een stuk mobieler en vrolijker. Nou heb ik allebei de hondjes afgelopen week ook geknipt. En dan voelen ze zich vaak ook wel wat beter, vooral nu de temperatuur wat omhoog gaat. Dus ja, heel fijn. En dit is haar lievelingsspeeltje. Het is altijd zo leuk om dat daarmee bezig te zien. Ik heb een vrije dag. Ik hoef vandaag niet te werken. Gisteren de hele dag gewerkt. Nu heb ik vrij. En de zon schijnt. Het blijft droog de hele dag. Dus ik ga buiten werken, want er staat een groot iets op de planning. Een jaarlijkse taak. Namelijk de heg knippen. Er is een heel dilemma rondom de heg knippen geweest. Want we hebben hier best wel veel heggen. Veel mensen hier in het dorp hebben een heg. En ik ben altijd opgegroeid met de gewoonte of de afspraak of de ongeschreven regel dat de heg geknipt moet zijn voordat de kermis komt. Dus vorig jaar, ik heb nooit de heg hoeven knippen, hè, dat deed mijn vader natuurlijk altijd. Maar het was wel algemeen bekend. En vorig jaar, toen was mijn vader net overleden. Mijn zus en ik waren hier steeds in huis aan het werk en we onderhielden ook een beetje het erf. Gras maaien. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, die heg moet geknipt worden. Dat was toen nog coronatijd, lockdown, dingen. Er was geen kermis toen. Maar ik dacht, ja, normaal zou nu de kermis zijn. Dus ik ben de heg gaan knippen toen. Knippen. Motorisch knippen dan. Als eerste in het dorp, volgens mij. Zo trots op mezelf. Oh, kijk, ik doe het helemaal op tijd. En terwijl ik daarmee bezig was, kwamen er af en toe van die buurmannen voorbij lopen. En die zeiden, wat doe je dat vroeg? En ik begon over, ja, maar het is toch, moet altijd voordat de kermis, moest altijd de heg geknipt. En dat is voor de langste dag. En toen kreeg ik het commentaar, niet echt hoor, maar dat ze zeiden, joh, je kan veel beter wachten tot na de langste dag. Want dan krijg je ook die loten niet die door blijven groeien. Wat kennelijk Sint-Jansloten worden genoemd. Dus ik dacht toen, nou, stel dat ik hier ga wonen. Volgend jaar, dan knip ik de heg pas na de langste dag. Dit jaar was er wel weer kermis. En ik dacht, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat die buurmannen gaan doen. Nou, één buurman die op de dag voor de kermis heg geknipt. Heleboel mensen in de buurt. Voor de kermis heg geknipt. Ik begon er helemaal te twijfelen. Ik denk, moet ik dat nou ook? Ga ik dat nou ook doen? Ik had het eigenlijk te druk. Dus ik denk, nee, ik wacht dit jaar tot na de kermis. En dat is dus nu. Ik heb een vrije dag. Het is droog. Ik weet van vorig jaar dat het ongeveer een week werk is. Tenminste, ja, als je niet gek wil worden van de heg. Dus je moet het in stukjes doen. En ik begin natuurlijk aan de voorkant, hè, voor de goede sier natuurlijk. Maar ja, dat staat op het programma, de heg knippen. Ik heb er zin in, nu nog wel. Ik vind het zo leuk om te doen. Het is ook het gras maaien. Ik moet eigenlijk het gras gaan maaien. Tenminste, vind ik dan, want ik hou op zich wel van een mooi gemaaid gras. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Mijn man vindt het verschrikkelijk, dus ik ben van het gras maaien en van de heg knippen en van de bomen snoeien. En al het stenen slepen, al het grofwerk, al het tuinwerk doe ik. Maar mijn man kookt. Dus goede verdeling, vind ik wel. Raafje? Raafje? Nou ja, geen herrie maken wou ik zeggen, maar ik ga straks zelf een hele hoop herrie maken. Gaan beginnen.
Oké. Ik heb het gehad. Het is van 2 uur bezig geweest. Ik begin het een beetje te voelen in mijn onderarmen, dus ik vind het wel goed. Een paar muggenbulten erbij. Ik denk dat ik... Moet daar de heg nog helemaal? Moet dat hele stuk nog? Moet dat hele stuk nog? Ik denk dat ik ongeveer op een derde ben. Nee, dat is een veel groter stuk. Een kwart. Kwart. Dus misschien in de namiddag nog eventjes. Als daar de zon weg is, dan is het niet zo heet. En anders morgen of overmorgen. Komende week. Heg. De hegweek. Oeh. Inmiddels een paar dagen verder. Dit is de 2e dag dat ik aan de heg werk. En deze dag heb ik ook alles afgekregen. Dus ik heb echt een hele volle dag gewerkt. En ik kon gelukkig inmiddels een andere heggenschaar gebruiken. Dit is er eentje met een accu. Dus dan zit ik niet zo te hannesen met het snoer. En hij is ook een stuk lichter. Dus vooral voor bovenkanten van de heg is dat wel fijn. Ik lijk hier een beetje op een wankel trapje te staan. In het echt viel dat wel mee en er is niks misgegaan, maar ja, het, is het ziet er een beetje wiebelig uit. Ik heb gelukkig een heel goed evenwichtsgevoel, dus dat het is allemaal goed gekomen. Maar ja, niet het meest goede beeld om met een hegschaar op een wankel trappetje te staan. Maar ja, het is, als die heg gedaan is, de hele tuin knapt er zo van op. Ik heb hier... Ondanks het feit dat het zwaar werk was, wel enorm van genoten. Toch wel blij dat het maar 1 keer in het jaar is, hoor. Maar jongens, deze tuin, dit weer, deze tijd. Het is zo prachtig en het weer is zo mooi. Ik probeer er zoveel mogelijk met volle teugen van te genieten. Maar ja, er staat best wel veel op mijn to-do-lijstje. Maar ja, dit is toch een heerlijkheid. Het einde van deze aflevering. Ik zie jullie heel graag weer terug voor aflevering 42 de volgende keer. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens. Groetjes!